Goedemorgen allemaal. Welkom bij het tweede webinar van deze week en die gaat over de schildklier en gewicht. Deze webinar wordt georganiseerd door de Schildklierorganisatie Nederland in het kader van de Week van de Schildklier. Als we het hebben over gewicht en de schildklier, waar loop je dan allemaal tegenaan? En wat kun je eraan doen? Daar weet onze gastspreekster van vandaag alles vanaf. Welkom professor Lisbeth van Rossum. Fijn dat u er bent. Ja. Mijn naam is Marlies Moor en ik ben sinds half maart directeur van deze mooie patiëntenorganisatie. En het is ongelooflijk, ook bij deze tweede webinar hebben we heel veel deelnemers. De stand staat al op een bijna 2500 deelnemers deze ochtend. Dus allemaal welkom, we zijn heel blij dat u er bent. In deze week van de schildklier willen we natuurlijk meer awareness geven aan de schildklier en alles wat ermee samenhangt. Dat doen we door deze webinars, maar we organiseren nog een heel aantal andere activiteiten waar ik later op terugkom. Het is heel belangrijk, en dat weet u ongetwijfeld allemaal, dat u ook praat over de problematiek van de schildklier, want heel veel mensen weten er niets van af. En als je straks naar het verhaal van Lisbeth van Rossum luistert, dan zie je, hoor je allerlei zaken die je misschien nog niet wist, maar waarbij het belangrijk is dat je die ook deelt met de mensen om je heen, zodat er meer erkenning en herkenning van deze problematiek komt. Vandaag gaat het dus over gewicht, de rol van hormonen, de schildklier en verborgen dikmakers. En we beginnen met een filmpje van een ervaringsdeskundige. Mijn gewicht was eigenlijk een drama. Kijk, ik ben geen meisje dat altijd super slank is geweest. En die ambitie heb ik eigenlijk ook nooit gehad. Maar gewicht speelde opeens wel een rol. Speelde nooit een rol. Ik was een hele sportieve meid. Ik heb gestudeerd in de sportsector. Dus ja, je bent continu bezig met bewegen en gezond zijn. En ineens verandert er iets. Dus je komt aan. En niet langzaam aan. Maar best snel. Het ging bij mij toch wel met 5 tot 6 kilo per maand. Maar los daarvan kwam je niet alleen aan, maar je voelde je moe, maar je zag je lichaam ook veranderen. Vocht vasthouden, alles werkte anders. Voedingsgebied ga je natuurlijk van alles proberen, want je bent wanhopig. En je wilt terug naar wie je was. Dus van dieet naar dieet. Je leest een vakblad, je komt bij de dokter, je leest iets over bepaalde aandoening. Dat zou misschien bij mij ook wel helpen. Van het extreem veel water drinken naar een soepdieet, naar hele dure diëten die er waren. Het heeft me allemaal niks gebracht. Hoe herkenbaar dit verhaal? Ik denk dat heel veel van u items uit het filmpje van Gisella herkennen uit uw eigen leven. Want ondanks dat je weinig eet, kan het maar zo voorkomen dat je niet afvalt. En dat is echt een groot probleem. We hebben er allemaal veel vragen over en die gaan ongetwijfeld beantwoord worden door onze gastspreker van vandaag. En Lisbeth, ik ga het even oplezen, want je bent echt een gerenommeerde professor. Je bent namelijk uiteraard professor Lisbeth van Rossum. Je bent internist, endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en biologisch stressonderzoek. Dan is Lisbeth medeoprichter van het Centrum Gezond Gewicht. En onlangs schreef je het boek Vet Belangrijk, dat vele internationale prijzen won. En je zorgt als voorzitter van het partnerschap Overgewicht Nederland, heb je ervoor gezorgd dat gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket werd opgenomen voor mensen met overgewicht. En sinds afgelopen jaar ben je ook nog Europees leider op het gebied van obesitas, diabetes, voeding en metabolisme geworden van de European Society of Endocrinology. Voordat ik het woord geef aan Lisbeth, wil ik u nog even op de mogelijkheid wijzen dat u vragen kunt stellen. Tijdens de presentatie kunt u dat via de chatbox, meestal rechts of onderin uw beeld. En een aantal van u hebben ook al vragen ingediend bij de inschrijving. En die gaan we na de presentatie van Lisbeth met u behandelen. Nu is het zover. Ik geef het woord aan professor Lisbeth van Rossum. Nou, hartelijk dank. Enorm leuk om hier te mogen spreken. Een belangrijk onderwerp. Ik vind ook heel erg mooi hoe de SON georganiseerd is en alles voor patiënten doen met zo'n hele schildklierweek. Fantastisch natuurlijk. Het onderwerp overgewicht, ja, ik als internist endocrinoloog zie ik dat heel veel. Niet alleen in het Centrum Gezond Gewicht in het Erasmus MC, maar ook op mijn algemene endocrinologie-poli in het Erasmus. Dat mensen die schildklierproblemen hebben ook met het gewicht soms worstelen. Dus nou, bedankt voor de uitnodiging om er meer over te mogen vertellen.
ja, als we het nou hebben over overgewicht, waar hebben we dan eigenlijk over? Nou, dat hebben we eigenlijk gedefinieerd met de maat, de body mass index. Dat is eigenlijk je gewicht gedeeld door je lengte in het kwadraat. En is die 25 of hoger, noemen we het overgewicht. Dat heeft ruim de helft van Nederland heeft dat. En is het 30 of hoger, dan noemen we het obesitas, ernstig overgewicht. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet om gewicht. Waar het eigenlijk om gaat, is de hoeveelheid vetmassa die je hebt. En met name het buikvet. Want vet is eigenlijk een orgaan. Iedereen denkt het is gewoon een isolatielaagje wat niks doet. Nee, dat is helemaal niet waar. Er worden wel 600 hormonen en andere stoffen gemaakt in je vet. En dat communiceert met allerlei andere organen. Ook met je hersenen, met je darmen. Nou, op het moment dat je te veel buikvet hebt bijvoorbeeld, dan gaan er allerlei veranderingen plaatsvinden. Onder andere ga je extra daar ontstekingsstoffen aanmaken. Er komt een disbalans van allerlei vethormonen. En die kunnen leiden tot allerlei complicaties. Wel 230 complicaties zijn beschreven van te veel vet. Nou, een aantal bekende noemen we hier. Bijvoorbeeld suikerziekte, hart- en vaatziekte. Dat weten de meeste mensen wel. Maar ook bijvoorbeeld 13 vormen van kanker. Depressie, onvruchtbaarheid. Immuunsysteem doet het niet meer goed. We zien ook bijvoorbeeld een ernstiger beloop van COVID-19. Maar ook andere infecties. En ook op de schildklierhormonen heeft dat invloed. Want we kennen natuurlijk allemaal dat een te traag werkende schildklier kan leiden tot overgewicht. Daar kom ik straks nog op. Maar andersom is het ook zo. Als je te veel vet hebt, dan zien we vaak ook dat er bijvoorbeeld het aansturend hormoon, in de hypofyse wordt TSH gemaakt, wat tegen de schildklier zegt, nou maak schildklierhormoon, T4, T3, dat verhoogd is. En ook T3 is dan vaak verhoogd. Dus je ziet ook een veranderde regulatie van dit hele mooie gereguleerde systeem, hoe de hypothalamus, de hypofyse en de schildklier met elkaar samenwerken. Dus dat wordt ook beïnvloed door het hebben van obesitas. Nou, als we dan even kijken hoe wordt je gewicht gereguleerd, dan is het eigenlijk vaak een kwestie van, aan de ene kant heb je energieinname en je hebt de verbranding. En als die uit balans is, heel simpel gezegd, ontstaat er overgewicht. Maar nou wordt er vaak gedacht, nou elk pondje gaat door het mondje. Maar zeker ook schildklierpatiënten zullen als geen ander weten dat dat niet zo simpel is. Het gaat niet alleen maar van wat gaat erin. Het gaat ook wat gaat eruit, hoe is de invloed van hormoon en een heleboel andere factoren. En daar gaan we het juist vandaag over hebben. De eerste belangrijke oorzaak, die kennen we allemaal, dat is een ongezonde leefstijl. Dat mensen inderdaad te veel eten en bijvoorbeeld te weinig bewegen, dat kan leiden tot overgewicht. En dat is vaak het vooroordeel dat de enige oorzaak is en vaak ook het enige wat wordt besproken bijvoorbeeld in de spreekkamer. Maar het is zo dat bijvoorbeeld de helft van hoe je gewicht gereguleerd is, wordt bijvoorbeeld ook al vastgelegd in je DNA. De een komt heel makkelijk aan, de ander niet. Daar doe je niet zoveel aan. Je hebt gewoon soms de pech dat je heel makkelijk aankomt. Onder andere woorden wordt daar ook gereguleerd hoe je hormonen staan afgesteld. En daar hebben we er heel veel van, daar kom ik ook op terug. Maar een bepaalde set hormonen zijn bijvoorbeeld je eetlusthormonen. Nou, als we dan hebben over hoe is je eetlust gereguleerd, dan vind ik dat belangrijk om even wat dieper op in te gaan, want daar kunnen we een heleboel dingen aan relateren. Het is namelijk zo dat op een gegeven moment kan je, je ruikt wat of je ziet wat en je krijgt honger. Dan ga je je hongerhormoon ghreline ga je aanmaken en daardoor krijg je honger. En dan ga je wat eten en op een gegeven moment stop je met eten. Niet alleen omdat je maag vol zit, want dat is wel een beetje zo, je krijgt rek op de maag en via een van de zenuwen gaat het signaal naar de hypothalamus van nu zit ik vol. Maar ook allerlei darmhormonen die worden aangezet, verzadigingshormonen, die geven een signaal af aan die hypothalamus. Dat is een grote regelcentrum in de hersenen, van nu zit ik vol. Allemaal ingewikkelde namen, CCK, PYY, vergeet ze maar snel uit de darmen, maar ook leptine uit het vet. Dat zijn allemaal hormonen die de eetlust weer kunnen afremmen. Dan stop je met eten. En toch, al zit je vol, soms kan je daar prima doorheen eten. Denk maar eens aan bijvoorbeeld een groot kerstdiner waarbij je allerlei gangen hebt gegeten. En dan toch past dat toetje. Maar alleen als het heel erg lekker is. Want die broccoli die past dan niet meer, maar wel bijvoorbeeld een groot ijsje bijvoorbeeld. Nou, dat hangt ermee samen met dat we in de hersenen, ook via die hypothalamus, hebben het beloningssysteem. Dat noemen we het hedonisch systeem. En dat werkt via onder andere dopamine, serotonine, allemaal gelukshormonen. Dat hangt ook samen met verslavingen. En dan heb je een heel sterk belonend gevoel van dat lekkere toetje. En dat past er via dat mechanisme nog wel weer in. Die twee mechanismen kom ik straks nog op terug, want daar is bijvoorbeeld medicatie ook voor ontwikkeld om bijvoorbeeld minder te eten, om af te vallen. Dit
systeem is extreem belangrijk. Met name ook bijvoorbeeld het vethormoon leptine. Dat is een hele sterke regulator van die je eetlust kan afremmen, maar ook je verbranding kan aanzetten. Als dat het niet doet, en dan hebben we hier bijvoorbeeld een voorbeeld van een van onze patiëntjes die daar een kapot verzadigingsgevoel had. Die werd op jonge leeftijd al enorm, ontwikkelde ze overgewicht. En opvallend was dat ze dat niet alleen op jonge leeftijd had, een extreme eetlust, maar dat ze ook de enige was in haar gezin. En dat zijn 3 alarmsymptomen om te denken, hé, er is meer aan de hand, er is misschien genetisch iets aan de hand. Was ook bij haar zo. Bij haar deed het ontvangertje voor dat vethormoon leptine, wat je eetlust moet afremmen, dat deed het niet. En deze mensen, daar hebben we ook volwassenen van, of van vergelijkbare soorten mutaties, die moeten medicatie hebben om dat verzadigingsgevoel te herstellen. En dan pas kan je op een gezonde leefstijl komen. Nou is dit natuurlijk zeldzaam en heel extreem, maar het geeft wel weer hoe belangrijk die hormonen zijn. En die zijn ook van belang voor iedereen die overgewicht heeft, ook bij een normaal gewicht en ook bij de schildklier. Ik ga daar even wat toelichting op geven. Het is in ons lichaam namelijk zo, we hebben een bepaalde hoeveelheid vetmassa. In die vetmassa wordt leptine geproduceerd en de leptine koppelt terug aan de hersenen, weer aan de hypothalamus. Hoeveel vet is er eigenlijk in ons lichaam? Is er heel veel vet, krijg je heel veel leptine. En dat voelt de hypothalamus. En als er dan heel veel vet is, dan koppelt die terug van, nou, minder trek moet ik maken. En dan gaat je voedselinname omlaag. En ik moet even die verbranding aanslingeren. Je metabolisme gaat omhoog. Dit is een heel mooi natuurlijk regelmechanisme, keurig afgestemd met het leptine, belangrijk vethormoon. Maar dan, dat kan verstoord raken. En een van de dingen hoe het verstoord kan raken, is bijvoorbeeld ook als je bijvoorbeeld heel veel schildklierhormoon aanmaakt. Ja, dat kan bijvoorbeeld bij de ziekte van Graves, dat je auto-antistoffen maakt tegen de schildklier, waardoor die heel snel gaat werken. Dan zien we vaak dat mensen heel veel trek krijgen, maar ook een heel snelle verbranding krijgen. En vaak kan je daar niet tegenaan eten en dan stimuleert dat gewichtsafname. Ja, mensen vallen af. Niet bij iedereen is dat zo. Er zijn ook mensen die stabiel blijven in gewicht. Maar er zijn ook mensen die zo ontzettend veel trek krijgen en meer trek dan de verbranding daalt, dat zelfs zo'n 10% komt zelfs aan in gewicht, ondanks dat je schildklier te snel werkt. Dus die ineens, vroeger was je verzadigd naar 1 bord, maar dan ineens kan je 3 borden eten. Dus ook dan kunnen we soms mensen aankomen, maar meestal vallen mensen af. Soms heb je te traag werkende schildklier, bijvoorbeeld de ziekte van Hashimoto, dat is ook door auto-antistoffen, kan ook door een tijdelijke schildklierontsteking of mensen die geopereerd zijn aan de schildklier. En bij een traag werkende schildklier zien we juist een verlaging van de eetlust. De voedselinname wordt dan verlaagd, de stofwisseling wordt verlaagd, de verbranding, en uiteindelijk komen mensen daardoor makkelijk aan. Dus ondanks dat ze minder eten, ga je toch in gewicht aankomen. Dus dat is er altijd wel eentje om aan te denken van dat dan schildklierhormoon gecheckt moet worden. Huisartsen denken er regelmatig aan, maar soms komen mensen soms daar ook toch laat mee. Dus dat is wel een alarmsymptoom. Nou, dan zou je denken, hey, je bent heel veel kilo's aangekomen doordat je schildklier te traag werkt. Nou, dan neem je medicijn, namelijk het schildklierhormoon, levothyroxine, en dan zou je weer afvallen. Maar de praktijk is wat weerbarstiger. Vaak zie je dat mensen wel een beetje weer dan gaan afvallen, maar soms helemaal niet weer terugkomen op hun oude gewicht. Ja, en dan is er vaak meer aan de hand. Dat heeft met een heleboel dingen te maken. Sowieso zijn er veel meer oorzaken van overgewicht. Soms is dan dat die traagwerkende schildklier 1 element is en dat er andere oorzaken zijn. Maar wat heel belangrijk is om te beseffen, is dat op het moment dat je door wat voor reden dan ook overgewicht hebt, en met name obesitas, dat dit hele mooie regelmechanisme wat er is, verstoord raakt. Want wat gebeurt er? Dat vethormoon leptine, dat wordt versterkt aangemaakt, want ja, er is heel veel vet, je hebt obesitas. Maar wat gebeurt er nou in dat brein? Dan zie je dat de hypothalamus, die wordt murf, zeg maar, voor dat leptine. Dat raakt resistent, ongevoelig voor het vethormoon leptine. Dus dat hele mooie signaalwerking van dat je minder eetlust krijgt en verhoging van je stofwisseling, dat doet het niet meer. En dat kan resulteren in verdere gewichtstoename. Dus of je nou door ongezonde leefstijl op obesitas komt, of je komt op obesitas doordat je bijvoorbeeld een traagwerkende schildklier hebt, of een andere oorzaak, op het moment dat je obesitas hebt,
dan raakt je lichaam, hè, dan raakt dat vet vaak ziek, raakt verstoord, die communicatie met het brein raakt verstoord en dan werkt je lichaam je tegen. Ook als je afvalt, hè, iemand die ooit obesitas heeft gehad, dan zal het lichaam geherprogrammeerd raken, want wil altijd terug naar dat oudere, hogere lichaamsgewicht. En daarom is afvallen zo moeilijk. Het is niet onmogelijk, maar het is heel belangrijk te realiseren dat we daar vaak heel makkelijk over doen. Even afvallen, even op dieet. Nou, dat is niet de oplossing. Je moet vaak heel veel meer moeite doen. En ik kom straks nog aan het einde op de behandelingen daarvan. Maar je moet echt wel tegen de natuur in om blijvend af te vallen. Korte termijn is heel makkelijk, maar het gaat natuurlijk om de lange termijn. Behoud van gewichtsverlies. Nou, als we dan weer even terugpakken nog naar die, die hongerhormonen. Die kan je soms zelf beïnvloeden. Of de omgeving beïnvloedt ze. Een manier om ze negatief te beïnvloeden, om ze eigenlijk te verstoren, is bijvoorbeeld een crash-dieet. Nou, wat gaan mensen vaak doen die dan graag willen afvallen? Even zo min mogelijk calorieën eten. Crash-dieet noemen we 800 of 500 kilocalorieën per dag. Nou, en uit onderzoek blijkt, heel beroemd Australisch onderzoek, dan blijkt dat mensen op de korte termijn, ja, je verliest wel gewicht, maar dat die hongerhormonen verstoord raken. Die verzadigingshormonen gaan omlaag en die hongerhormonen gaan omhoog. En dat effect blijkt vaak een jaar, in het onderzoek bleek na een jaar, na afloop van de crash dieet, dat die verstoring nog steeds aanwezig was. Met het gevolg dat mensen minder verzadiging voelden en je stofwisseling gaat ook omlaag ervan. Het enige is dat als je bijvoorbeeld een crash dieet doet kortdurend en daarna ga je op een heel gezond leefpatroon door, een gezond eetpatroon, dan kan het soms wel effect hebben. Maar als je puur even een crash dieet doet en daarna in je oude leefpatroon vervalt, dan is het eigenlijk een recept om op de lange termijn verder weer aan te komen. Hetzelfde geldt voor onbewerkt voedsel. Dat heeft ook een verstorend effect op onze verzadigingshormonen. Er is nieuw onderzoek naar gedaan, dus het is belangrijk om zoveel mogelijk onbewerkte producten te eten. En met onbewerkt bedoel ik, bewerkt is zeg maar de bakjes en de zakjes. En onbewerkt is eigenlijk de bloemkool die je nog kan herkennen als bloemkool. Dit is eigenlijk de korte samenvatting van wat gezond eten is. Daar is veel meer over te zeggen. Maar als je het goed wil doen en je volgt gewoon die schijf van 5. Veel groente en fruit, pulvruchten, zo min mogelijk bewerkt. Af en toe wat vette vis, ongezouten nootjes, zuivel nemen, water, thee, koffie drinken, zo min mogelijk alcohol. Ja, dat soort dingen is eigenlijk, zo simpel is het. Als je, wat lastig is dat in de supermarkten driekwart van de producten natuurlijk bewerkt is. En dan is dit een hele goede tip. Dit is een gratis appje van het voedingscentrum. En dan kan je heel makkelijk producten scannen. Staat het in de schijf van 5 of niet? En als het er niet in staat, staat er ook bij van waarom niet? Te veel suiker of te veel zout. En wat een alternatief product is in diezelfde categorie. Dus een waanzinnig makkelijke app. Dus zeker de moeite waard om voor je dagelijkse producten die je veel gebruikt, om eens gewoon eens in de winkel mee te nemen en de producten te scannen. Zijn er dan nog bepaalde dingen die voor schildklierpatiënten van belang zijn? Nou ja, er zijn een aantal elementen, bijvoorbeeld jodium. Dat is heel belangrijk voor de productie van schildklierhormonen. Dat zit bijvoorbeeld in brood dat gebakken is met bakkerszout, zeevis, eieren, zuivel, zeewier. En soms ook in bepaalde vleeswaren. En ja, eigenlijk als je bijvoorbeeld weinig of geen brood eet waar dat bakkerszout in zit of geïodeerd zout. En dat zie je bijvoorbeeld bij biologisch brood, maar ook van bij brood wat mensen thuis bakken. Dan heb je een kans op een jodiumtekort. Eet je volgens de schijf van 5, dan kom je eigenlijk geen jodiumtekort. Even om een idee te geven van hoeveel jodium heb je eigenlijk dagelijks nodig in Nederland. Dit zijn een beetje de Nederlandse cijfers die overgenomen zijn uit Scandinavië. 18 jaar en ouder heb je van jodium zo'n 150 microgram nodig. En aan de rechterkant zie je ook van waar hoeveel zit waarin. Nou, bijvoorbeeld één snee volkorenbrood, daar zit zo'n 24 microgram in. En in kabeljauw bijvoorbeeld zit helemaal veel in. Dus dat, als je dat eens af en toe neemt, is dat heel goed. Wat kan je nou doen als je te weinig binnenkrijgt? Stel je bak je brood zelf. Nou ja, neem dan bijvoorbeeld zeevis, zuivel of eieren. Of voeg zelf bakkerszout toe aan je thuisgebakken brood. Mocht je multivitamine gebruiken, dan moet je wel opletten dat je niet meer dan 100% van de aanbevolen dagdosering jodium gebruikt. Wat niet verstandig is om te doen, is allemaal supplementen te gebruiken, zoals kelptabletten, zeewiertabletten. Het gehalte aan jodium kan heel variabel zijn, kan soms heel erg hoog zijn. Ik herinner me nog wel eens dat ik jaren geleden had ik op mijn endocrinologie spreekuur een natuurgenezeres die mensen allemaal voorschreef, allemaal kelptabletten. Nam ze zelf ook heel flink wat van. En die kwam met een heel forste, snelwerkende schildklier met echt hele hoge vrije T4-waarden, puur op basis van die kelptabletten. Dus
dat supplementen is niet wat we aanraden. Gewoon eigenlijk de schijf van 5 eten. Een ander belangrijk spoorelement of mineraal, dat is selenium. Dat is ook belangrijk voor goede werking van de schildklier. Daar hebben we eigenlijk maar heel weinig van nodig. Het zit in heel veel voedingsmiddelen. Ook bepaalde soorten noten, paranoten. Je ziet het op het plaatje. Maar ook bijvoorbeeld in vlees, volkorengraanproducten en in zuivelproducten. Ja, eigenlijk zien we in selenium normaal gesproken geen tekort. Wel zien we het, kan je een teveel hebben, ook weer als je supplementen gebruikt. Door eten zien we dat eigenlijk niet, maar door supplementen kan dat wel. En dat zou je kunnen herkennen aan symptomen, dat mensen bijvoorbeeld verlies hebben van haar, nagels, tanden, huidbeschadigingen en ook aandoening van zenuwstelsel ontwikkelen. Dus ook hier geldt weer, schijf van 5, dan heb je voldoende. Een ander element wat meeregelt hoe die hormonale afstemming is van de eetlusthormoon in het lichaam, is onder andere is de psyche. En met de psyche worden we enorm beïnvloed van buitenaf. Hè, de supermarkten die met reclames langskomen met bepaalde voedingsproducten. En laten we maar eens even kijken. Als je bijvoorbeeld hier naar het scherm kijkt, dan zie je lekkere chocola. Ik hou persoonlijk heel erg van chocola. En het zou zomaar nu kunnen gebeuren dat je nu bijvoorbeeld dat speeksel gaat aanmaken en dat je trek krijgt in chocola puur door het zien of soms ruiken, hè, heb je soms ook wel bij producten. Wat er in je lichaam gebeurt is dat je hongerhormonen gaan reageren en ook bijvoorbeeld je insuline wordt aangemaakt, want die denkt er komt zo meteen suiker binnen, dus je bloedglucose wordt al laag, je krijgt trek in zoet. Dus als je zo meteen even koffie pakt en je hebt de keuze van wat neem je erbij, neem je iets zoets erbij of een gezonde salade, is de kans heel groot dat je dan iets zoets erbij neemt, omdat je lichaam al voorbereid is. Dat is natuurlijk wat nu continu met de voedselomgeving met ons aan de hand is. We worden continu verleid om het ongezonde te kiezen. We maken iets van meer dan 200 voedselkeuzes per dag, waarvan verreweg het merendeel is onbewust. En een deel is bewust, dat kan je sturen. Neem ik volkorenbrood, neem ik witbrood. Maar al die losse keuzes op een dag, heel deel gaat onbewust. En hongerhormonen sturen ons voor een deel daar ook in. Een ander ding is dat als mens zijn we natuurlijk ook gewoontedieren. Hè? Neem een kopje koffie, koekje erbij. En die gewoontes aanleren is heel makkelijk, maar afleren is een ingewikkeld traject. Want ook daar reageert ons lichaam op. Dat is ook de reden waarom als we als dokters in de spreekkamer zeggen, nou, ik moet minder eten, meer bewegen. Dat is vaak onvoldoende om zomaar te zeggen. Als mensen echt door leefstijl dan op hoog gewicht zijn gekomen, dan is het belangrijk dat om eraf te komen dat gedrag verandert, ook juist die onbewuste automatische gedragingen. Daarvoor is er bijvoorbeeld een gecombineerde leefstijlinterventie. Dat is een 2-jarig traject met leefstijlcoaching in groepen. Jaarlang behandelen, jaarlang onderhoud. En dan zie je dat heel veel onbewuste automatisme heel makkelijk of op een goede manier langdurig afgebouwd kunnen worden. Waardoor je automatisch voor de goede dingen kiest en niet veel moeite kost. Dan is het ook niet een streng dieet, maar is het gewoon een ander eten- en beweeggedrag. We zien nog eigenlijk veel meer factoren die kunnen meespelen bij het gewicht. Denk aan bijvoorbeeld de sociale omgeving. Hè. Soms speelt er armoede, financiële schulden, waardoor bepaalde voedselkeuzes worden gemaakt. Maar ook soms cultureel, hè, bepaalde eetgewoonten, etengastvrijheid. De darmflora ook heel belangrijk. Die kunnen ook weer soms weer verstoren met bepaalde antibiotica bijvoorbeeld of andere medicijnen. En die bepalen voor een deel hoe je lichaam omgaat met voedingsstoffen en hoe die dus uiteindelijk op je gewicht kunnen uitwerken. Slaap. We zien ook dat slaaptekort een verstoring kan geven van de hongerhormonen, waardoor je uiteindelijk meer eetlust kan krijgen. En ook de stofwisseling zou verstoord kunnen raken. En stress, dat is er ook een van de verborgen dikmakers. Daar wil ik even wat langer bij stilstaan, want van stress, daar kennen we meerdere soorten van. We kennen natuurlijk de mentale stress en een chronisch overbelast zijn bijvoorbeeld. Maar ook fysieke stress, denk aan bepaalde ziekten, chronische pijn, het draaien van ploegendiensten. Dat kan allemaal als uitwerking hebben dat je te veel aanmaakt van het stresshormoon cortisol in het lichaam. Nou, en wat is nou het gevolg van te veel stresshormoon cortisol? Nou, het heeft een heleboel gevolgen, maar onder andere voor je gewicht zie je dat er een herverdeling optreedt van je vetmassa. Van de armen en benen, het perifere vet, gaat het allemaal richting centraal, richting buikvet, via allerlei mechanismen waar onder andere soms ook schildklierhormoon mee samenhangt. Maar je krijgt dus een dikkere buik, kan je krijgen van stress. Sommige mensen vallen af daarvan, maar de meeste mensen komen aan van chronische stress. En iets anders wat chronische stress kan doen, is dat het
de eetlust beïnvloedt. Je krijgt meer trek ervan. Via de hypothalamus weer in het regelcentrum in het brein krijg je meer trek. En niet zomaar meer trek, maar specifiek meer trek in hoogcalorische voeding. En tot overmaat van ramp zien we ook dat als je bijvoorbeeld veel suikerrijker gaat eten, dat dat ook weer kan leiden tot een verdere verhoging van dat cortisol. Dat lijkt een wisselwerking te hebben, er zijn aanwijzingen voor. Dus ja, dat zou kunnen, overgewicht zou kunnen ontstaan of ongezond eten door bijvoorbeeld dat iemand financiële schulden heeft, allemaal stress heeft. Ga je ongezonder eten, kom je verder aan in gewicht en wordt ook de regulatie verstoord van het cortisol. Of het begint met ongezond eten en cortisol gaat omhoog. Nou, kortom, het is, mocht je willen afvallen en je hebt veel stress, dan is stress ook zeker de moeite waard om aan te pakken. Andere verborgen dikmaker kunnen medicijnen soms zijn. We zien ongeveer dat de helft van mensen die obesitas hebben, zagen op ons spreekuur dat ze minimaal één of meer medicijnen gebruikten met een potentieel gewichtverhogende werking. En bekende middelen zijn middelen tegen depressie, epilepsie of psychoses, die echt forse gewichtstoenames soms kunnen geven. Niet alle middelen, maar sommige. Maar ook middelen die we vaak geven bij mensen die bijvoorbeeld al overgewicht of obesitas hebben. Namelijk tegen hoge bloeddruk, bepaalde middelen of diabetes, insuline is een bekende. Soms maagzuurremmers, daar zijn wat aanwijzingen voor dat die ook het gewicht zouden kunnen beïnvloeden, mogelijk. Maar ook corticosteroïden. Corticosteroïden zijn eigenlijk gewoon een zusje van je stresshormoon cortisol. Ik zou daar één voorbeeld graag van willen noemen. Er was een vrouw, mijn spreker was een dame van 55 jaar. Die was bekend al jarenlang met een hypothyreoïde, dus een traagwerkende schildklier op basis van Hashimoto, auto-antistoffen. Was goed voor gereguleerd met levothyroxine, had een BMI van 38, dat noemen we obesitas, en die nam deel aan een gecombineerde leefstijlinterventie. Nou, dat ging eigenlijk heel goed. Ruim in de eerste weken begon ze al goed af te vallen. Na ruim een jaar was ze al 12 kilo afgevallen, voelde zich fitter. En dat programma liep op het einde op 18 maanden en we zagen haar terug. En toen bleek ze in eerste instantie na die 14 maanden nog 2 kilo verder afgevallen. Maar in één keer was ze weer 8 kilo aangekomen. Allemaal in de buikstreek. En ja, ze was gezond blijven eten. Ze was even goed blijven bewegen. Dus het was de vraag, wat is er aan de hand? En bij haar was het toevallig zo dat zij net precies wanneer die knik in het verhaal kwam, dat ze weer aankwam, had ze een corticosteroïde-injectie gekregen in haar pols, wegens gewrichtsklachten daar. En toen was ze weer aangekomen. En we weten van gewrichtsinjecties, niet iedereen komt daarvan aan, maar sommigen zijn daar gevoeliger voor. En dat kan in de bloedbaan komen. En dat is gewoon een zusje van je stresshormoon cortisol, kan buikvet aanmaken. Nou, dat is een voorbeeld. Er zijn nog talloze andere voorbeelden te noemen, maar het zit soms verborgen in van alles. Dus weet dat er soms meerdere oorzaken zijn waardoor iemand in gewicht aankomt. Het is niet altijd leefstijl. Hormonen spelen een hele belangrijke rol bij gewicht. Ook geslachtshormonen zijn allerlei periodes in het leven, als bij de overgang of na zwangerschappen, dat bijvoorbeeld vrouwen veel aankomen. Bij vrouwen zie je ook soms hoog testosteron uit de eierstokken. Bij polycystes ovarium, wat ook kan bijdragen tot insulineresistentie en hoog gewicht. Bij mannen juist andersom, zie je een laag testosteron hangt samen met overgewicht. Dat gaat twee kanten op. Als je heel laag testosteron hebt, dan maak je meer vet aan en minder spier. Dus dan kan je daar dik van worden. Maar het kan ook andersom zijn. We zien een heel groot deel, zo 40-50% van de mannen die obesitas hebben, die hebben laag testosteron. En dan moet je eigenlijk in gewicht afvallen en dan stijgt testosteron weer. Dus dat kan twee kanten opgaan. Ja, dat zien we eigenlijk dus ook bij schildklierhormonen. Je kan trage schildklier hebben, kom je in gewicht aan. Maar het kan dus ook zijn dat je obesitas hebt om een andere reden. En daar heb je een hoger TSH. Dan is het altijd belangrijk dat als dat TSH hoog is, van is dat echt een hypothyreoïde? Dan moet de vrij T4 ook echt dan laag zijn. Dan is het een hypothyreoïde. Bij obesitas zie je vaak dat de vrij T4 nog normaal is. En dat de antistoffen negatief zijn. En dan is het een gevolg eerder van de obesitas. Cortisol hebben we het over gehad. Ja, en dan heb je nog insuline. Dat is een hormoon wat ook je vet vast kan houden. Hè. Dat is een anabool hormoon. Sommige mensen moeten het spuiten voor type 2 diabetes bijvoorbeeld. Dan is het heel vaak heel moeilijk afvallen. Met andere diabetesmedicijnen zoals een GLP-1 middel, dat kan dat veel makkelijker. Maar ook zien we soms de combinatie hypothyreoïde door antistoffen en type 1 diabetes. En dat is een combinatie die wel eens voorkomt.
Dus dan kunnen mensen ook last van hun gewicht krijgen. Hoewel bij type 1 is dat soms vaak een minder groot probleem dan bij type 2 diabetes. Ja, en soms zien we ook mensen, dat is wat zeldzamer, maar die zien we natuurlijk academisch, in de academische ziekenhuis wel mensen bij wie de hypofyse het niet goed doet en meerdere dingen het niet goed doen. Dus en de geslachtshormonen en schildklierhormoon en cortisol doet het allemaal niet goed. Ja, die hebben ook kans op gewichtstoename. Het is belangrijk om al die medicijnen die vervangend werken goed te nemen. Nou, we hebben dus nu heel veel factoren gehad, die allemaal hormonen. En heel veel gaat over hoe is het met de eetlust. Maar de verbranding is natuurlijk ook een hele belangrijke kant, hè, van je gewicht. Dus daar wil ik het nu eventjes over hebben. Hoe stimuleer je nou je verbranding? Hè? Die verbranding, hadden we gezegd, bij bijvoorbeeld traagwerkende en schildklier, gaat omlaag. De verbranding kan je stimuleren met bewegen bijvoorbeeld. Nou, dat bewegen goed is, dat wisten jullie al. Er is een hele webinar ook over geweest. De beweegrichtlijn zegt ook van moeten matig of zwaar intensieve inspanning doen. Minimaal 150 minuten per week, verspreid over verschillende dagen. Daarnaast ook nog 2 keer per week spier- en botversterkende oefeningen doen. En niet te veel stilzitten. Dat stilzitten is een onafhankelijke risicofactor van te veel bewegen voor gewichtstoename, voor hart- en vaatziekten. Wat ik wel grappig vond, is dat er een studie nog uitkwam een paar jaar geleden. Die liet zien dat als mensen fidgeting doen, hè, dus dat een beetje tikken met de pen of met je voet, dat je je ruststofwisseling een klein beetje kan verhogen. En dat het ook het verhoogde risico op hart- en vaatziekten van langdurig stilzitten kan opheffen. Dat vond ik wel interessant. Dus nou ja, het kan geen kwaad om een beetje te wiebelen als je dat als tik hebt. Dus ga daar gerust mee door als je dat doet. Een andere manier hoe je verbranding kan stimuleren is het bruine vet. En ik weet niet of u daar al van heeft gehoord, bruin vet. Maar bruin vet is, 20 jaar geleden dachten dat alleen maar baby's het hadden. Maar in de jaren daarna werd ontdekt dat door de PET-scan dat volwassenen ook bruin vet hebben. Nou, bruin vet is eigenlijk je goede vet, want dat zet calorieën om in warmte. Dus letterlijk verbrandt het je witte vet waar je vanaf wil, waar je niet te veel van. Je wil niet vanaf, je wil er niet te veel van hebben. Nou, hoe kan je dat nou zelf stimuleren als het niet zo actief is? Nou, daar hebben we weer. Beweging is heel belangrijk. Maar ook jezelf blootstellen aan koude temperatuur. Je kan dan bijvoorbeeld een kwartier bij 4 graden buiten lopen. Hè, bijvoorbeeld wandelen of sporten of gewoon temperatuur laag hebben. Maar het hoeft niet extreme koud te zijn. Er zijn studies ook uit Azië die laten zien dat als mensen een aantal weken lang 2 uur per dag doorbrengen bij een kamertemperatuur van zo'n 17 graden, dus, of net onder de kamertemperatuur dus, dat je dan al ziet dat bruin vet actiever wordt. En deze mensen die verloren dan ook wit vet, waar je minder van wil, met behoud van spiermassa. Een hele gezonde manier om af te vallen natuurlijk. Een ander iets wat dit bruin vet kan stimuleren, dat is je schildklierhormoon. Dus je kan je voorstellen, als je een trage schildklier hebt, dan heb je ook minder bruin vetactiviteit. Heb je een te snel werkende schildklier, heb je meer bruin vetactiviteit. Dus dat zijn ook, is onderdeel van, hoe niet de hele verklaring, maar dat draagt wel bij, waardoor die verbranding zo beïnvloed wordt bij mensen met schildklierproblemen. De schildklierhormoon moet je ook niet zomaar te veel nemen als je denkt vanuit een afvalmiddel. Dat werd vroeger als afvalmiddel wel eens gebruikt, maar dat is niet op de lange termijn goed. Ten eerste zal je er niet heel veel van afvallen, maar ook geeft het op de lange termijn veel te veel bijwerkingen voor het hart, voor de botten en van alles. Dus dat is echt niet aan te bevelen. Dat is geen methode om gezond af te vallen. Er wordt wel veel onderzoek gedaan hoe je het wel op een gezonde manier verder nog kan stimuleren. Mogelijk zelfs dat 90 seconden koud afdouchen ook kan bijdragen om je bruin vet te stimuleren. Nou, we hebben nu heel veel factoren gezien die allemaal kunnen bijdragen aan het gewicht. Als we het even netjes in categorieën zetten, zoals we ook in het Centrum Gezond Gewicht meewerken. En wat we inmiddels ook op de website van Partnerschap Overgewicht Nederland hebben gezet. Dan zie je dat er grofweg 6 categorieën van oorzaken zijn van het ontstaan van obesitas. Leefstijl is de meest bekende, maar ook psychische oorzaken. Soms is er bijvoorbeeld een depressie of een eetstoornis. Nou, medicamenteus hebben we het over gehad. Hormonaal, er zijn nog meerdere hormonale oorzaken, maar die hebben we ook wel benoemd. En categorie 5 en 6 zijn wat zeldzamer. Hypothalamus oorzaken, dus in dat regelcentrum, als daar bijvoorbeeld bestraling heeft plaatsgevonden of een tumor heeft gezeten, dat is natuurlijk veel zeldzamer. Of genetische obesitas. We zagen dat bij obesitascentra in Nederland dat zo'n 4-9% van de mensen die zich daar aanmelden toch een genetische vorm hadden van obesitas, namelijk een schrijffoutje in 1 gen, wat zorgde voor die typische kenmerken van al heel jong te dik, hele sterke eetlust en de enige in het gezin of opvallend gewichtsverschil met andere familieleden. Dus dat komt wel voor, het wordt ook wel vaak gemist.
In details hebben we hier nog, samen met Mariette Boon heb ik hier inderdaad een boek over geschreven met al deze soorten en hoe je het kan herkennen en hoe het lichaam werkt. Dus daar, dat valt allemaal na te lezen. De behandeling. Hoe staat het in de richtlijn? Er zijn een aantal behandelingen. Ik heb er een paar uitgenomen die meest actueel zijn. Er is een gecombineerde leefstijlinterventie. Die wordt inderdaad sinds 2019 vergoed uit het basispakket. Voor mensen die een body mass index hebben van 25 met een aantal bijkomende complicaties. Bijvoorbeeld hoge bloeddruk of als je diabetes hebt. Of als je body mass index 30 of hoger is, dan kom je daarvoor in aanmerking. Wordt volledig vergoed. Stel dat dat niet voldoende werkt, dan zou je in aanmerking kunnen komen voor anti-obesitasmedicijnen. Daar zijn sinds vorig jaar een aantal nieuwe op de markt. De liraglutide 3 milligram en de naltrexon bupropion. Dat wordt helaas alleen op dit moment nog niet vergoed. Er zijn best mooie resultaten mee te boeken, weten we uit internationaal onderzoek. En ook in Nederland beginnen we daar nu ervaring mee te hebben. Er zijn een aantal centra van het netwerk Gezond Gewicht die dat ook aanbieden. Maar de vergoeding is daar nog niet voor geregeld, dus dat kost wel wat. Maar het is in ieder geval effectiever dan alle onzin-diëten die vaak mensen ook heel veel geld aan uitgeven. Dus weet dat er wel zoiets bestaat. En dan soms hebben we speciale medicatie voor mensen die zo'n genetische vorm van obesitas hebben, soms in onderzoeksverband. Ja, en dan kan je ook soms, wat soms nodig is een maagoperatie. Dat kan een maagverkleining of een maagbypass zijn en dat kan ook goed effect hebben op ook een verandering van de hormonen. Waar die medicatie op insteekt, dat is die liraglutide. Dat is eigenlijk een van de verzadigingshormonen die wordt nagebootst. Dat heeft effect op maagontlediging, remt de eetlust. Op meerdere aspecten heeft dat effect. En het andere middel, naltrexon bupropion, dat gaat meer over cravings, voedselcravings. En gaat via die andere weg dat ook de voedselinname kan afremmen. En ook meerdere effecten heeft ook op het gewicht. Tot slot qua maagoperaties, daar heb je de verschillende vormen van. Kijk, de maagbandje wordt niet zoveel meer gedaan, want dat is niet zo effectief. Maar die andere tweede maagverkleining in de bypass wordt nog wel heel veel gedaan. En ja, daarvan zie je niet alleen dat er minder eten wordt opgenomen, maar dat er dus ook die darmhormonen in een andere stand komen te staan die gunstig is. Ook voor de stofwisseling, voor al die hormonen en voor gewichtsafdaling. Dus een hele effectieve therapie. Dus dit kan voor sommige mensen ook een hele goede oplossing zijn. Wel is het belangrijk om te weten dat altijd bovenop een gezonde leefstijl moet komen. Eerst moet die leefstijl op orde zijn. Zo'n GLI bijvoorbeeld, werkt dat niet? Dan pas komt farmacotherapie of maagoperatie in aanmerking. Dus als ik het samenvat tot slot, zien we dat er heel veel factoren naast schildklierhormoon, andere hormonen, heel veel andere factoren een rol kunnen spelen bij obesitas. Het is belangrijk om te beseffen dat vet is dus een orgaan. Heel veel hormonen en andere stoffen worden er gemaakt. Er zijn heel veel factoren die van invloed zijn, waarvan je deel dus ook zelf kan beïnvloeden. Traagwerkende schildklier kan dus gewichtstoename geven. En afvallen is dan wel mogelijk, maar het kost wel moeite, omdat het lichaam zo tegenwerkt. Dus weet dat een GLI, medicijnen, maagoperaties soms ook extra therapieën kunnen zijn die mensen kunnen helpen als dat nodig is. Dus de relatie overgewicht schildklier gaat dus twee kanten op. Traagwerkend kan overgewicht veroorzaken, maar obesitas zelf kan ook verstoring van de schildklierhormonen veroorzaken. En belangrijk is, als je een therapie wil voor het overgewicht, eerst kijken wat ze alle bijdragende factoren oorzaken en dan pas eigenlijk de behandeling doen. Mochten jullie hier veel meer over willen weten van hoe werkt het lichaam, hoe werkt de biologische klok, slaap, stress, al die hormonen tot in detail hebben we hier het opgeschreven samen met Mariette Boon. Dat is voor patiënten geschreven, ook voor hulpverleners. Trouwens, er staan de wetenschappelijke referenties allemaal in. Dus mocht je meer willen weten, dan voel je vrij. Dit was wat ik wilde vertellen. Bedankt voor jullie aandacht. Zo, Lisbeth, dat was een heel mooi verhaal. Ik denk dat met mij alle deelnemers aan dit webinar heel veel nieuwe dingen hebben gehoord. En ook wel goed nieuws. Dat het simpele wat de omgeving vaak zegt van elk pondje komt door het mondje, daar begon je eigenlijk bij, dat eigenlijk onzin is. Dat er heel veel andere factoren zijn, dus dank je wel. Ik zie dat er al heel veel vragen zijn binnengekomen. Vragen waar we niet aan toe gaan komen vanwege de tijd zullen wij je op onze website gaan vermelden onder de Frequently Asked Questions. Maar een vraag die ik elke keer zie langskomen is, we storten ons vaak op diëten. Dat koolhydraatarme dieet is op dit moment weer heel erg in.
Ja, wat vind je daar dan van? Ja, dat is inderdaad wat we in praktijk heel vaak horen. Mensen die graag willen afvallen, hup, op dieet. Nou, dieet is geen obesitasbehandeling. Wat wel belangrijk is, zoveel mogelijk vers en onbewerkte producten eten. Er zijn soms uitzonderingen. Als mensen bijvoorbeeld heel erg insulineresistent zijn en type 2 diabetes hebben, dan kan het echt wel zinnig zijn om die koolhydraten te reduceren. Maar als mensen niet een diabetes hebben, gewoon als je kijkt naar overgewicht, dan is het grappig, dan maakt het eigenlijk niet uit. Neem je koolhydraatarm, vetarm. Er is een hele grote studie geweest in 2018. Die heeft dat head-to-head vergeleken. En een paar honderd mensen gingen koolhydraatarm eten, een paar honderd mensen vetarm. En dan zag je na verloop van tijd, beide groepen vielen gemiddeld 5-6 kilo af. Maar dat was gemiddeld. En fascinerend is dat je in elke groep zag je mensen die plus 10 kilo aankwamen. Of tot min 30 kilo afvielen. Dus iedereen die roept, koolhydraatarm is geweldig, want kijk maar, ik viel 30 kilo af. Ja, die heeft gelijk, want dat kan op individueel niveau zo gebeuren. Wil niet zeggen dat dat voor de buurman of buurvrouw ook perfect is. Gemiddeld genomen maakt dat dus niet uit of je koolhydraatarm of vetarm. Waar het eigenlijk om gaat, is onbewerkte producten. Want in die studie had ze ook vers en onbewerkte producten. Sterker nog, er is een heel mooi onderzoek, heel recent nog van verschenen, van Kevin Hall. Een hele beroemde studie, waarbij mensen werden opgesloten eigenlijk. Waarbij echte voedselinname heel strak werd gecontroleerd. Er waren 20 mannen en vrouwen. En die kregen hetzelfde voorgeschoteld aan aantal calorieën. Mm-hmm. Het werd gewoon neergezet. Was ook geen verschil macronutriënten, dus eiwitten, vezels, koolhydraten, vet. Alles identiek. Enige verschil was bewerkt versus onbewerkt. En wat je dan zag is dat die mensen die bewerkte, dus de pakjes en de zakjesachtige producten kregen, die aten sneller, gemiddeld ruim 500 kilocalorieën onbewust meer per dag. En die kwamen in die 2 weken, het was een hele korte trial, al 1 kilo aan. En die andere groep die onbewerkt at, die at automatisch langzamer, at minder, dus 500 calorieën minder. En die viel juist af in die 2 weken. Dus ja, eigenlijk als je dus gewoon die schijf van 5 en zoveel mogelijk de onbewerkte producten eet, dan doe je het al heel goed. Ja. En investeer op al die andere dingen. Dus heel erg op dieet gaan, dat is niet the way to go. En want dat moet je levenslang dan volhouden ook. Ja, maar dat is stel, ook ja, jouw boodschap. Ja, ja, en stel, het werkt voor jou wel heel goed. Je hebt gemerkt dat jij zo'n individu bent en koolhydraatarm werkt als een tierenlier. Dan ga ik als dokter ook zeker niet zeggen, doe het niet. Want dan ben jij zo'n individu bij wie het werkt. Ja. Dus voor elke individu geldt eigenlijk wat anders, hoe die erop reageert. Ja, ja, en daarom kan je de gemiddelde basis op zich wel voorschrijven van gewoon gezond eten. Ja, ja. Een dieetvorm die ik ook heel vaak hoor is dat intermittent fasting. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat is eigenlijk een soort verzamelnaam voor verschillende vormen. We hebben net met Kirsten Berk en Bibian van der Voorn in het Erasmus MC voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde hebben daar een overzichtsartikel voor geschreven. Ja, er zijn 5 vormen eigenlijk, waarvan er de meest veelbelovende, die is eigenlijk de time-restricted fasting. En dat betekent dat je eigenlijk bijvoorbeeld in de ochtend en de middag eet en de avond en de nacht niet. Die is gunstig. Maar er zijn ook mensen die denken, nou, ik sla mijn ontbijt over en ik eet juist 's avonds bijvoorbeeld. Die is relatief juist een beetje ongunstig. Okay. Al die diëten zie je eigenlijk van, we weten geen lange termijnsdata, dus het is altijd wel een beetje experiment met jezelf. Als je kijkt naar de 6 maanden data, dat is, vind ik nog relatief korte termijn ook, dan doet het niet onder voor continue calorische restrictie. Dus dat betekent continu minder eten. Wat een beetje met die studies aan de hand is wel dat niet zo is gekeken naar kwaliteit van voeding. Hè. Het gaat vaak om aantal calorieën, maar de kwaliteit van voeding is waarschijnlijk veel belangrijker, omdat je dan automatisch minder eet. Ja. Dus dat intermittent fasting, ja, als je het wil doen, doe dan de time-restricted fasting, dat je in de ochtend en de middag eet en 's avonds niet. Meal timing is trouwens heel belangrijk. Er zijn net weer nieuwe studies uitgekomen die ook laten zien, als je bijvoorbeeld heel laat 's avonds gaat avondeten, dat dat ook ongunstig is voor je suikerstofwisseling in de nacht. En dat er mechanismen aan de gang gaan die waarschijnlijk ook ongunstig zijn voor je lichaamsgewicht. Dus laat 's avonds eten is gewoon niet gunstig. Ja, dat is eigenlijk een bekende boodschap. Ik denk dat velen van ons dat vroeger ook zo leerden. Gewoon de schijf van 5. Dat at je. En je at ook niet zo laat. Mensen zijn ook later gaan eten 's avonds. Ja. Dus daar zie je ook een verschuiving. Ja, vroeg avondeten is heel gunstig eigenlijk. Dat is goed. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Een andere onderwerp waar veel vragen over langskomen is de invloed van de overgang. Ja. Ik denk ook dat heel veel mensen dat herkennen. Ja, ja. Nou, dat is typisch wel een fase waarbij je ziet dat vrouwen gaan aankomen bij dezelfde voedselinname. Dat het etenpatroon blijft hetzelfde. Vaak zijn wat aanwijzingen dat de verbranding wat omlaag gaat.
Dus dan helpt ook extra bewegen, zou daarvoor kunnen helpen. Maar wat ook natuurlijk optreedt, zijn hormonale veranderingen. Vrouwen maken bijvoorbeeld testosteron in de bijnieren en de eierstokken. En ook oestrogenen worden in die eierstokken gemaakt. Die eierstokken bij de overgang gaan die ermee stoppen. Dus je ziet dat de balans van mannelijk en vrouwelijk hormoon verandert. Waardoor vrouwen ook de neiging hebben om meer een buikje ook te gaan krijgen. Het is een beetje de vraag of het allemaal dat soort hormonale veranderingen zijn. Want ook gewoon met het proces van ouder worden, neem ook andere hormonen, ook je groeihormoon neemt af, waardoor je meer vet vasthoudt. Dus het kan ook voor een stukje gewoon met het ouder worden te maken hebben. Dus er zijn verschillende processen die aan het bijdragen. Maar heel goed ook lekker elke dag wandelen, bewegen, krachttraining doen. Dat zijn wel dingen die je zelf kan meespelen. Doen. Ja. Overgang is veel gehoord, ook in mijn omgeving. En ik zelf herken het ook absoluut, dat het echt vechten is dan tegen de kilo's. Zeker. Schildkliermedicijnen voor trage schildklier. Als je bijvoorbeeld een maagoperatie zou laten doen, wat is dan het effect, of wat is de rol van schildkliermedicijnen daarna nog? Ja, dat gaat eigenlijk meerdere kanten op. Je ziet eigenlijk dat vaak de behoefte aan schildkliermedicatie omlaag gaat bij de meerderheid. Dan heb je gewoon minder hoge dosering nodig. Geldt niet voor iedereen. Bij sommigen blijft de dosering stabiel. En er zijn zelfs mensen die iets omhoog moeten, omdat bijvoorbeeld de absorptie, de opname van levertyroxine iets verminderd wordt. Het merendeel kan dus omlaag met de dosering. Maar het punt is, omdat dat per persoon verschillend is, dat het heel belangrijk is om goed te monitoren. En het zit ook in het pakket wat geprikt moet worden, met alle andere dingen, vitamine D, calcium, na zo'n operatie. Dus ja, onderga je zo'n maagoperatie, laat ook je schildklierfunctie goed monitoren in de fase daarna. Nou, dat is goed advies. Ja. Ik denk dat heel veel mensen daarna denken van gelukkig, dat is gebeurd. Maar dus heel belangrijk om te blijven bekijken wat er gebeurt met je waardes en wat dat betekent voor je medicatie. Ja, het kan dus een nieuwe instelling betekenen. We zien trouwens ook dat mensen bijvoorbeeld die obesitas hebben, ik noem het al, vaker een hoog TSH hebben. En dan zie je na een maagoperatie vaak ook dat de TSH gaat dalen, zeg maar. Dus mensen die geen schildklierprobleem hebben, maar alleen een TSH-verhoging door obesitas, zie je ook dat daar verandering in optreden. Dus het is wat dat betreft ook niet zo gek dat die regulatie ook anders wordt daarna. Het is wel heel belangrijk dat we al dit soort informatie ook delen. Want ik denk dat een heel aantal van ons het niet weten. Maar ik vraag me ook af of elke zorgverlener dat goed weet. Of ook voor een huisarts is dit hele belangrijke informatie. Ja, ik denk obesitas-therapieën worden eigenlijk vaak nog niet voldoende ingezet. Hè? Die GLI wordt niet vaak genoeg gebruikt. Farmacotherapie al helemaal niet, omdat het niet wordt vergoed. Maagoperaties ook relatief weinig als je kijkt hoeveel mensen obesitas hebben. Wat we vaak doen is wachten totdat er een bijkomende ziekte komt. Hè, of er komt kanker of een hartinfarct. Dan gaan we medisch behandelen. Terwijl als obesitas is niet voor niks gedefinieerd als ziekte door de Wereldgezondheidsorganisatie. En ook in Nederland door de Gezondheidsraad. We moeten dat veel serieuzer nemen. Dat of je nou door te traag werkende schildklier of door ongezonde leefstijl. Als je eenmaal obesitas hebt, dat vet is ziek, raakt verstoord, communicatie met je brein raakt verstoord. Je moet dat serieus behandelen en niet even op dieet alleen maar echt een goede behandeling. En die erkenning daarvan is nog ver te zoeken en daar hebben we echt vaak mee te maken. En daardoor zie je ook dat daar ook weinig kennis over is, want iedereen weet het wel met obesitas, gewoon op dieet klaar. En nou ja, daar moet verandering komen. Er wordt nu ook in opdracht van VWS zijn we nu ook veel meer onderwijs aan het geven aan artsen in curriculum, nascholing aan specialisten en huisartsen. Dus dat komt langzaam op gang, maar er is nog te weinig kennis over. Er is zo'n stigma op overgewicht. En ja, ik hoor ook verhalen van mensen, van patiënten die zeggen, en dan zie je mensen naar me kijken als ik dan een keer een ijsje eet, van nou zou je dat wel doen? Het is natuurlijk heel pijnlijk als je hoort al die oorzaken die eraan ten onder kunnen liggen. Ja, dat was precies een van de redenen waarom we dat boek hebben geschreven. Omdat ik zie bijvoorbeeld op mijn Centrum Gezond Gewicht spreken nog veel meer tranen van mensen, verdriet. Ja. Van hoe er tegenaan wordt gegeven van, ja, het is toch allemaal je eigen schuld. Je moet er gewoon even afvallen. Je hebt geen ruggengraat. Terwijl mensen geen idee hebben wat een worsteling het soms voor mensen is. En wat voor lange weg ze al zijn gegaan. En ja, dat vind ik ook echt schrijnend af en toe hoe dat gaat. En ook al komt het door ongezonde leefstijl, dan nog, mensen willen niet te dik zijn. Dan zijn er ook nog die hele voedselomgeving die ons uitlokt om dat te doen. Stress, wat je zei. Stress, slaaptekort. Dus ik zie ook wel, en dat weten we ook uit onderzoek wel, dat bijvoorbeeld de gezondheidszorg, dat mensen met obesitas vaak minder goede zorg ook krijgen. Dus als je die combinatie hebt van een ziekte, ook al is schildklierziekte wat dan ook, dat de zorgprofessionals de benadering vaak doen anders naar mensen met obesitas dan mensen met een normaal gewicht. Oh, daar is echt werk aan de winkel. Echt, absoluut. Ja, ja. Ik ga nog, want de tijd vliegt en nog heel veel vragen. Slaap. Is er een relatie tussen slaap en schildkliermedicatie?
niet precies. Ja, u had het in de presentatie al kort over slaap als dikmaker. Mm-hmm. Maar slaap is ook juist goed. Ja, kijk, slaap is juist echt heel belangrijk. Want op het moment dat je dus slaaptekort hebt, wat we vaak gemiddeld... We slapen ook vaak te weinig, draagt ook weer bij, hè, die verstoring van die hongerhormonen. Slaap is ontzettend belangrijk. En wat je ziet bij schildklierpatiënten bijvoorbeeld... Stel, iemand heeft een te snel werkende schildklier van zichzelf of veel te hoog gedoseerd van medicatie. Dan zie je vaak, ontstaat een gejaagdheid, hartkloppingen, 's nachts zweten... soms ook wat diarree of vaker plassen. En dat die slaap verstoord kan raken ook in de nacht. Mm-hmm. Dus dat is voor allerlei processen niet fijn. Ook voor je stemming niet overdag. Bij mensen met een traagwerkende schildklier zie je soms dat mensen ook verhoogde slaapbehoeften hebben. Hè? Dat ze echt ook wel heel eerder veel... Eerder moe zijn. Ja. Ja. En dat soms ook, 's nachts soms, er zijn wat aanwijzingen dat misschien slaapkwaliteit wat verstoord is. Mensen zijn soms ook wat kouwelijker 's nachts, spier, gewrichtspijnen. Dat ook daardoor slaap soms verstoord raakt. Dus er zijn heel veel elementen die een rol spelen dat de slaap niet optimaal is bij schildklierpatiënten. En vermoeidheid zien we natuurlijk ook heel vaak als probleem bij mensen... Ja. Die een hypothyroïdie hebben en wel medicatie, de waarden zijn perfect, maar allerlei klachten houden. Het zal niet allemaal door slaap komen, maar waardoor dat wel komt, daar wordt een groot onderzoek naar gedaan na de zomer. Dus als mensen goed de zonsite in de gaten houden, zullen ze na de zomer zien, onder andere Marco Medici, endocrinoloog in het Erasmus MC, samen met heel veel collega's in het land gaan dat opstarten. Ja. Op verzoek van de patiëntenvereniging, ja, begreep ik ook zelfs. Ja. Ik zou zeggen, hou die site in de gaten, want dat soort problemen, daar wordt wel gekeken naar, zijn er oplossingen voor te bedenken. Ja, heel mooi dat er ook inderdaad dat vanuit die patiëntenorganisatie dit soort veel voorkomende vragen en klachten uiteindelijk dan resulteren in een onderzoek wat ook echt hopelijk duidelijkheid gaat geven en verdere aanpakken ook daar een rol in kan gaan spelen. Goh, ik moet al bijna afronden. Nog snel even, welke voedingsmiddelen hebben invloed op de opname van levothyroxine? Er zijn wel een paar te noemen. Ja, de invloed is niet super groot, maar er is bijvoorbeeld wel vitamine C, kan de absorptie, de opname wel wat verbeteren. Okay. Veel groente en fruit eten is sowieso natuurlijk goed, dus dat is heel goed. Er zijn ook wel wat dingen die de opname kunnen verminderen, bijvoorbeeld sojabonen of koffie. Maar als je gewoon de schijf van 5 neemt, ik zou dat helemaal niet afraden, want als je gevarieerd eet... Krijg je daar niet kan een hele... allemaal. Ja, en zeker koffie is eigenlijk juist een hele goeie. Dat is heel gezond, koffie zonder suiker. Als je dat flink wat koppen drinkt op een Gelukkig. Dag, prima. Voor het gewicht. Het stimuleert waarschijnlijk ook het bruin vet. Okay. Dus koffie drinken, lekker gewoon doen. En kijk, schildkliermedicatie moet toch geregeld gecontroleerd worden. En als je dat structureel hetzelfde houdt, dan is dat helemaal prima om daar je schildklierhormoonwaarde op je instelling qua medicatie op af te stemmen. Ja. Goh, en ik las ergens dat jouw favoriete snack olijven zijn. Oh, olijf vind ik lekker, maar chocola vind ik ook lekker. Ik vind heel veel, ik eet eigenlijk alles wel, ja. Goh, Lisbeth, er zijn nog veel meer vragen. Ik kan echt bij lange na niet al die vragen aan jou stellen, helaas. Fantastisch dat je hier was, dat je zoveel hebt verteld en met ons hebt willen delen. Voor alle deelnemers, we gaan de link van deze webinar verspreiden vandaag. En dan kunnen jullie allemaal terugkijken, teruglezen. Vragen die niet gesteld zijn, gaan we proberen te beantwoorden. En op onze website vermelden. Ik mag nog even de laatste paar minuten terug naar ons als schildklierorganisatie in Nederland. Want zoals we in het begin vertelden, is deze webinar onderdeel van de Week van de Schildklier. We hebben van de week een mooie webinar gehad over sporten, bewegen... vandaag een fantastische webinar over gewicht. Maar er wordt nog veel meer georganiseerd. Zoals u ongetwijfeld weet hebben we heel veel vrijwilligers die achter de schildkliertelefoon zitten. Om vragen met u te bespreken. Het is een veilige omgeving. Persoonlijk met ervaringsdeskundigen die uw problemen herkennen. En ook u hopelijk van advies kunnen dienen. Daarnaast hebben we onze Facebookgroepen. We hebben besloten Facebookgroepen en ook open Facebookgroepen. Waar u allerlei informatie kunt vinden. Na de Week van de Schildklier zullen we op onze website ook een dossier over de verschillende onderwerpen. Dus bewegen en sporten aan de ene kant, voeding, gewicht aan de andere kant zetten, zodat u van alles kan teruglezen. Mocht u op onze website gaan kijken, kijk ook even hoe u als donateur bij ons ingeschreven zou kunnen worden. Alle activiteiten die wij doen, die doen wij van de opbrengst van de donateurs. Met een heel klein stukje van het ministerie van VWS. En voor maar €3 per maand kunt u ons een jaar steunen.
En dan krijgt u ook nog ons mooie magazine Schild. Dus dat zou heel fijn zijn. Op de valreep, we hebben nog iets heel leuks. Volgens mij zei Lorraine het in het webinar van de week over bewegen en sporten, hoe belangrijk bewegen is. En misschien kent u de app Ommetje van professor Scherder. Dat is een app die moet stimuleren dat je in beweging gaat komen. Het is een samenwerking met de Hersenstichting. En dankzij die samenwerking hebben we onze eigen app gekregen. Dat wordt Sons Ommetje. En dat is niet om een wedstrijd te doen. Het idee is juist om voor ons alle mensen met een schildklieraandoening een klein beetje gemotiveerd te worden om een ommetje, hoe klein die is, te proberen te maken. Elke dag als het lukt, als het niet lukt, alles is goed. U kunt het de Sons Ommetje downloaden via de Google Play Store of de Apple Store. Gewoon ommetje downloaden van de Hersenstichting en dan komt u vanzelf op de Sons-pagina met een code, hoofdletters QBLA. Meteen weer vergeten, u kunt het teruglezen en we gaan het op onze verschillende social media delen. Nou, we hebben een heleboel informatie. Ik heb denk ik een heleboel verteld. We gaan deze webinar bijna beëindigen. Nogmaals dank, professor Lisbeth van Rossum. We zijn trots op u hier. We gaan eindigen met een heel kort filmpje van het werk wat wij als SON doen. En ik hoop dat u even blijft kijken en daarna een hele fijne dag. Dank u wel. Het is niet uit te leggen. Extreme vermoeidheid en grenzeloze lusteloosheid. Iedere schildklierpatiënt herkent dit. Schildklierorganisatie Nederland is dé landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met een schildklieraandoening. De schildklier is van vorm net een vlinder. Hij zit boven het kuiltje in je hals. De schildklier maakt hormonen aan die in bijna alle organen een rol spelen. Maakt de schildklier te veel of te weinig hormonen aan? Het kan levensbedreigend zijn. En je zult dit probleem meestal je hele leven lang houden. Met ruim 30 jaar ervaring in huis denken wij vanuit de patiënt en proberen zo goed mogelijk een steun in de rug te zijn. In Nederland hebben ongeveer 1 miljoen mensen schildklierklachten. Dat is bijna net zoveel als het aantal inwoners van Amsterdam. De helft van deze mensen weet niet dat de schildklier de oorzaak van hun klachten is. Er is veel te vinden op internet, maar hoe vind je nu betrouwbare informatie en kun je op een veilige manier ervaringen met elkaar delen? Dankzij SON zijn de informatie- en contactbijeenkomsten landelijk fysiek en online. Heb je een vraag? Bel de schildkliertelefoon. Wil je ervaringen delen? Doe dat in de besloten Facebookgroep. In ons magazine Schild lees je alles over de nieuwste ontwikkelingen. We delen verhalen van andere mensen en je krijgt hele handige tips. Patiëntenorganisaties zoals SON vind ik belangrijk. Toen ik schildklierkanker kreeg, haalde ik mijn informatie van de website van SON. Ik heb heel veel gehad aan de besloten Facebookgroep. En ik heb me geabonneerd op het magazine Schild. Dankzij SON ontdekte ik dat er meer waren zoals ik. Wij bewaken continu dat de zorg voor mensen met een schildklieraandoening goed is geregeld. Regelmatig hebben we gesprekken met ministeries, apothekers, farmaceuten, zorgverzekeraars, behandelaars en andere maatschappelijke organisaties. SON stimuleert wetenschappelijk onderzoek voor een betere behandeling en zorg voor mensen met een schildklieraandoening. Focus is nu zorgen dat ongevraagd wisselen van medicijnen stopt en dat er een eind komt aan medicijntekorten. We zetten ons in voor Amanda, Jeroen, Naomi en vele anderen met een schildklierziekte, zodat ze een voldaan leven kunnen leiden en hun dromen waarmaken.